De VRT investeert jaarlijks 2,4 miljoen euro van zijn werkingsbudget in media-innovatie. VRT Innovatie bestaat uit heel wat binnen- en buitenlandse projecten. Samen met Belgische en buitenlandse partners ontwikkelt de VRT zo de mediatechnologieën van morgen. Met de steun van de Vlaamse overheid, de Europese Commissie en spelers als Google D&I investeert de VRT in grote onderzoeksprojecten. Op die manier ontvangen andere Vlaamse partners ruim 15 miljoen euro aan onderzoeksinvesteringen. De VRT is dus een echte hefboom voor innovatie in Vlaanderen. Daarnaast kunnen media-startups in de VRT Sandbox hun producten rechtstreeks testen en schalen op onze werkvloer en onze infrastructuur hierbij volop benutten. Zo is hun bedrijfsactiviteit meer dan verdubbeld van 2015 tot 2017.